Dag lieve mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag sinds een... Ik heb mijn AirPod nog in. Dag lieve mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag sinds een lange tijd weer eens een Q&A. Ik heb jullie vragen op Instagram binnengekregen. Volg je mij nou nog niet op Instagram? Dan moet je nu even deze video pauzeren. Naar Instagram gaan, mij daar volgen en weer terugkomen. Waarom? Vertel ik je later in deze Q&A meer over. Laten we beginnen. Danixta vraagt, Joey, wat gebruik je liever, een gimbal of een steadicam? Dat is een steadicam. En waarom? Omdat een gimbal vaak heel erg robotic en onnatuurlijk voelt. Een gimbal is wel weer heel chill als je echt maar één specifiek shot wil hebben. Alsof die op een slider staat, dus alleen maar naar voor, alleen maar naar achter. Maar met volgshots en dat soort dingen vind ik een normale stabilizer of zo, als Danixta noemt, een steadicam fijner. Omdat dat veel natuurlijker eruit ziet. Daaf vraagt, welke camera raad je aan voor reizen en dergelijke? Dus een handige compacte camera. Wil je echt het meest compacte wat er is, natuurlijk een GoPro of je telefoon, maar wil je echt een camera en heel erg compact, dan zou ik voor een Sony RX100 gaan en dan wel een beetje de nieuwere versie van Avmark 3. Wil je een stapje groter gaan naar systeemcamera's, dan zeg ik een Sony A63 of 6500. En wil je nog een stapje groter gaan, dan ga je natuurlijk wel richting de GH5 of de Canon's 200D is wel een hele mooie, ook een beetje budget DSLR. Ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Cameraadvies is namelijk een vraag die ik altijd krijg. Rowan Mark 13 vraagt, welke telefooncamera is op het moment het beste? Ik denk dat er op dit moment niet een beste is. We zitten meer op zulke technologische hoogstandjes dat het naar mening gevormd moet worden. En dan vind ik momenteel de Pixel camera's nog steeds super mooi qua kleur, qua dynamic range. En zeker met de Pixel 3. Telefoon zelf, maar de camera echt weer mwah. Mauro MTB 2018 vraagt, wat is een goede kwaliteit en vooral goedkope versie in plaats van een DJI Osmo? Dan zou ik toch voor een gimbal met je telefoon kiezen. Dus een telefoongimbal en dan filmen met de camera van je telefoon. Ik heb überhaupt nooit echt die DJI Osmo begrepen. Ga je de Apple Watch Series 4 halen? Vraagt EU072 en nog meer mensen. Nee, want ik vind het erg veel geld. Maar ik heb, omdat de Series 4 uit is, wel de Series 3 gekocht. Daar ben ik best blij mee. Is een leuk extraatje in mijn leven. Maar qua functionaliteit valt het mee. Zie jou Monday. Jury de Bakker vraagt, welke nieuwe iPhone zou jij kopen? De 10S, de 10S Max of de 10R? Go big or go home. Ik heb nu een iPhone 10, dus dan zou ik minstens voor de 10S Max gaan. Maar de 10R zou ik eigenlijk op dit moment kopen, omdat het de meest interessante is. Maar ik ga niet de 10S kopen hoor. Zo erg ben ik niet. Jacob Struik vraagt, wat is de beste goedkoopste DSLR gimbal? Dat zijn twee verschillende producten. Er bestaat geen beste goedkoopste. Het is of de beste of de goedkoopste. Die kan er niet echt op antwoorden. Nick 2000 vraagt, wat was je allereerste smartphone? Heb ik even over naast te denken. Smartphone was volgens mij de Samsung Galaxy S2 of zo. Ik weet niet, een oude telefoon van mijn moeder, zoals dat vroeger ging. Galaxy S2, denk ik. Ja, zoiets. Het was een Samsung in ieder geval. Marinoso vraagt, ik had een vraagje. Ik wil beginnen met filmen. Mijn budget is rond de 400/500 euro. Weet jij een goede camera? Ik raad al, volgens mij ook al een paar Q&A's, de Canon EOS 200D aan. Kleine body, wordt gezien als een beginners DSLR, maar zitten heel veel functies op van de duurdere DSLR. Zoals de goede autofocus en 1080p, 60fps, dat soort dingen. Dus die kan ik aanraden. Maar die zit met lens net iets boven de 500 euro volgens mij. Simon NMG, en wat wil je met YouTube nog bereiken? Ik zie YouTube echt gewoon als een platform. Al zou YouTube morgen verdwijnen en iedereen op Vimeo gaan zitten, zou ik gewoon naar Vimeo gaan. Dus met YouTube zelf niet zoveel bereiken. Maar als zijnde persoon die content maakt op internet, is mijn doel om meer mensen te bereiken. En zoveel mogelijk te delen qua wijsheid, qua filmmaking. Ik merk dat zelfscholing en jezelf dingen leren via internet zoveel groter is en zoveel beter gaat dan dure filmopleidingen en dat soort dingen. Dus ik ben van mening dat als wij elkaar op het internet zoveel mogelijk proberen mee te geven, dat we een heel eind kunnen komen. En dat is mijn doel. En om daar leuk op in te haken is natuurlijk de cursus. Ik heb er hier op Creator Tools al een aantal keren over gesproken, maar hij is bijna af. Of eigenlijk, de cursus is af. Maar met het online zetten en het platform en dingen, er zit
zoveel meer werk in dan dat je zou denken. Maar omdat jullie er al vanaf dag 1 bij betrokken zijn en ik ook eigenlijk door jullie dit ben gaan maken, wil ik jullie iets extra's, iets speciaals meegeven. Maar dat doe ik als de cursus officieel online is en die staat om de hoek. Dus hou dat in de gaten. Seth Benjamins vraagt, wat is je droom om met Creator Tools te halen? Lijkt misschien een beetje op de vorige vraag, maar heb ik een ander antwoord op. Dat is namelijk dat ik het heel erg jammer vind dat ik andere social media als bijvoorbeeld Instagram nooit echt superveel op gefocust heb. De Creator Tools Instagram. En ik wil daar eigenlijk niet alleen maar als er een YouTube video online is een post te plaatsen, maar echt speciale content, speciale productreviews, mini productreviews, coole gadgets die ik jullie wil laten zien, die komen daar op Instagram. Daaraan gekoppeld heb ik de vraag van Joost Giotti, wanneer is de Creator Tools site af? Samen met dat hele Instagram verhaal wil ik van de Creator Tools site een toffe product site maken. En gewoon toffe product shit. Want uiteindelijk is het Creator Tools. 0416, laatste heb je Thomas vraagt, welke opleiding heb je gedaan slash doe je? Ik doe op dit moment geen opleiding en ik heb een aantal jaar de opleiding audiovisueel vormgeven gevolgd aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Albert Hardema vraagt, gaat Creator Tools helemaal stoppen? Voorlopig ben ik gewoon nog lekker elke week aan het uploaden. En op Instagram, zoals ik zei, gaat alleen nog maar meer shit komen. Dus het antwoord op, gaat Creator Tools helemaal stoppen? Sowieso niet. Dan bedank ik jullie weer heel erg voor het kijken. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. En dat is volgende week. Dus tot dan. Doei! Vergeet natuurlijk niet even op Instagram te kijken. Hè? Vergeet niet op Instagram te kijken. Doei! Deze video is gemaakt in samenwerking met Joby, de Gorilla Pot, om nooit een vlogmoment te missen. Zo kan je je camera hier, hier of hier neerzetten. Dat is natuurlijk super tof. Ben je ook geïnteresseerd? Check dan sowieso even de Gorilla Pot via het linkje hieronder in de beschrijving. We'll be right back.